Oké, we gaan onze kleermakerszit gaan zetten. We gaan beginnen met onze schouders rustig voorwaarts los te draaien. Goed letten op onze ademhaling. En in en uit. En in en uit. En achterwaarts. Oké. We gaan tijdens het inademen onze schouders omhoog doen en het uitademen naar beneden. Dus in en uit. En in en uit. Deze oefeningen die kun je elk bepaald moment van de dag doen. Na een training, wanneer je zin hebt om je hoofd leeg te maken, dit kan op elk moment van de dag. En in en uit. Oké, nu gaan we onze armen groot maken, ons zeer groot maken met inademen. En bij het uitademen gaan we rustig naar voren wandelen met onze handen. En even naar beneden blijven. Denk dat je met je voorhoofd de grond probeert te raken. Zorg ervoor dat de poep op de grond blijft. En rustig in- en uitademen. En terug. Inademen en groot maken. En terug naar voren wandelen. Oké. Goed bezig, mensen. Maak je hoofd leeg. Probeer aan niks te denken. En terug omhoog. In plaats van onze armen gewoon omhoog te doen, gaan we ze nu kruisen. Dus handpalmen naar elkaar. En groot maken. En strekken. En rustig in- en uitademen. En nog één keer naar voren. Oké. Probeer tot zen te komen. Rustig in- en uitademen. In. En uit. In. En uit. Oké, we gaan ons terug rustig rechtzetten. Wat gaan we nu gaan doen? We gaan rustig ons één arm links zetten en met de andere arm volgen. Desnoods mag de elleboog op de grond als het kan. Probeer dit zo mooi mogelijk naar opzij te doen. En voel de stretching hier in de zijkant. Voel de stretching. En rustig in en uit. En in en uit. En nu mag je je hoofd laten vallen. Rustig naar de grond. En rustig in en uit blijven ademen. Probeer je hoofd leeg te maken. Goed bezig, mensen. Oké, we gaan terug recht komen. En we doen het langs de andere kant. De handen op de grond, elleboog erbij. En voel die strekking maar. En ons hoofd ook te laten vallen. En in. En uit. Als we inademen, probeer door de neus in te ademen en door de mond uit te ademen, oké? En uit. En in. En uit. Oké, we gaan ons nu op onze handen en knieën zetten. En we gaan beginnen met de holle rug te maken. Holle rug, mooi naar voren kijken. En in- en uitademen, oké? In. En uit. Bij het inademen gaan we nu nog iets holler proberen. En bij het uitademen gaan we naar de rechterrug. Dus in. En uit.
Weet je, ja, dan doen we gewoon nu naar een bollerig gaan. En in. En uit. En in. En uit. Oké, nu gaan we naar achter. Probeer de tenen plat op de grond te houden. Ga met je poep erop gaan zitten. En hoofd weer naar de mat. Handen blijven staan van daarnet. En terug rustig in en uit. En uit. En in. En uit. En in. En uit. Goed bezig, mensen. Oké. Oké, volgende oefening is de zonnegroet. We gaan beginnen aan het begin van ons matje. We kunnen dat doen richting de zon. We kunnen dat doen ook op elk moment van de dag. Gewoon voor rustig te worden. We beginnen dus. Vooraan het matje, handpalmen naar elkaar toe. We gaan rustig in en uit ademen. In. En uit. En in. En uit. We gaan inademen en onze armen naar boven brengen. Uitademen en naar beneden brengen. En rustig. Lichtjes door de knieën. We gaan een beetje hangen. Wat we dan gaan doen, is onze handen naast onze voeten zetten. Lichtjes door de knieën, zodat de handpalmen op de grond zijn. Oké? Okay? Rustig in- en uitademen. Hierna gaan we één voet naar achter brengen. Andere voet blijft staan. En we gaan rustig... Blijven kijken, naar voren kijken en rustig in- en uitademen. We gaan onze andere voet erbij plaatsen en een plankhouding blijven staan. Hoofd naar voren. En in- en uitademen. Goed bezig, mensen. Wat we daar gaan doen... Is onze knieën op de grond plaatsen, nog steeds naar voren kijken. En dan rustig borst en rest neerleggen. Daarvoor blijven kijken en rustig in- en uitademen. Tenen in de grond steken. We gaan ons nu opduwen. Deze wil ik proberen. Hier op de grond te krijgen. Lukt het niet, is het niet erg. Voel gewoon de stretching. En rustig in- en uitademen. En in en uit. Wat we dan gaan doen, is ons andere been dan daarnet naar voren brengen en tussen de handen plaatsen. Oké? Voel nu de stretching op je andere been. Naar voren blijven kijken en rustig terug verder in- en uitademen. We gaan ons andere been erbij zetten. Rustig, recht komen, omhoog, we maken ons groot, op de tenen gaan staan, goed strekken en terug naar beneden. Goed gedaan mensen, voilà, dit was het voor vandaag. Dit kun je dus doen op elk moment van de dag, je kunt rustig, je kunt het doen na een normale workout om tot rust te komen, je kunt dit elk moment doen van de dag, oké? Dankjewel voor uw aandacht. Geniet nog van de dag. Dankjewel.